Vandaag is het tijd voor een nieuwe video, namelijk de Dismond Favorites van de maand juli. En dat gaat zo ontzettend snel, maar dat zeggen we iedere maand. Ja, maar sowieso, voor je het weet, is de zomervakantie weer voorbij. Nee. En vandaag gaan we de favorieten. Maar het zijn er niet heel veel. Nee, het zijn er niet veel. Het was echt zo'n maand waarop je gewoon bijna geen make-up op je hoofdje smeert, omdat het te warm is. En daarnaast, ja, alle PR-bureaus zijn ook een beetje op vakantie. Ja. Dus dan is het rustig. Ook geen nieuwe dingen uitgeprobeerd. We hebben elkaar niet heel veel gezien. Een beetje op vakantie geweest en zo. Dus een beetje een laid-back maand. Een laid-back maand. Maar goed, het maakt het niet minder leuk. Want we hebben altijd wel iets. En wat echt een favoriet van mij is. En van mij, want ik heb ze gekregen van Martine. The Lovely Girl. Lipgloss. Mocht je in Portugal zijn, Albufeira, loopt de strip naar beneden. Over het brede zebrapad. Gelijk naar rechts en dan naar links. Die Aziatische man verkoopt deze. Ze zijn echt super goed. Ik heb de roze op vandaag. En ja, een beetje achter je op inderdaad. En die andere is nummer 1. En ik heb nummer 1 nu op. De review is al geweest, heb je al kunnen lezen op de site. En ze zijn €1,50. Echt dit is zo'n ontdekking van je vakantie. Als je dat erop doet, dan denk je eraan terug en denk je ja. Ja, en ik heb hem echt, ik zweer het, deze bijna elke... Ik snap ook echt niet waarom ik zoveel... Ik heb er veel te veel make-up meegenomen op vakantie, jongens. Dat was echt niet te geloven. Ik heb deze eigenlijk praktisch elke dag gebruikt. Dus ik heb voor mezelf trouwens hier nog wel een backup gekocht. Omdat die andere echt heel snel best wel ging. Omdat ik hem zo vaak droeg. Ik dacht, nou, koop nog maar in je voor de zekere. Oh, verschrikkelijk. Nou, twee andere lipproducten zijn voor mij Mad About Pink van Catrice. Ik vind dit gewoon een heerlijke zomerkleur. Ja, die heb je ook gekocht dus. Die heb ik ook gekocht laatst. En dit is Scandal van Illamasqua. En dit is zo'n heerlijke chameleon. Hij is niet roze, hij is niet rood, hij is niet koraal, hij is niet oranje. Hij is gewoon zichzelf. Ja. Weet je wat ik daarvan vind van Scandal? De perfecte kleur voor een reclameposter van Dior, vind ik dat. Voor een parfum. Ja, inderdaad. Ja, het is gewoon raar, echt zo'n kleur. Hele mooie, zachte, maar toch hij is zacht, mooie maar kleur. Hij valt op. Dat is echt gewoon een zachte, maar toch opvallende kleur. Hoe zeg je dat? Ik weet het niet. Het is dit. Hij is gewoon mooi, inderdaad. Ja. Scandal is apart. Voor de aparte onder ons. Ik hou nog steeds heel erg van MAC Bone Beige. Ik heb een Bone Beige, wat je ook maar wil zeggen. Dit is een sculpting powder. Ik heb geen flauw benul of ik hem al in juni heb laten zien. Dacht het wel. Misschien wel, maar als je nog een goede zoekt, hij is fantastisch. Ik kan niet meer zonder eigenlijk. Verder, wat ik ook enorm veel gebruik op deze vakantie. En het moet er weer even in. Maar ik dacht, hè, ik doe wat ik veel gebruik op deze maand. Het Sunset Palette. Is ook mee op vakantie geweest. En die heb ik echt zo verschrikkelijk vaak gebruikt. Dat ik ondertussen ook echt al heel veel nieuwe combinaties heb. Ik heb deze ooglook die ik nu op heb trouwens ook gemaakt. En je zal het niet geloven, ik ben niet van de meerdere ooglooks een keer vaker gebruiken. Nee, dat? Nee ja. Ik ben altijd van iets anders. Ik heb deze look ook weer 3 keer gedaan. zo leuk dat ik deze look vind. Ja, stom misschien. En ik hou echt van deze kleur. Die is zo mooi. Dat is echt jouw favoriet. Die is echt, ook, dat is ook mijn favoriet. Die vind ik echt geweldig. Er zit goud en hier zit een hele dip in bij mij. Dat is een soort glitterbruin. Oh, die is zo mooi. Echt. Als je nog geen sleek palette hebt, deze moet je hebben. Die moet je hebben. Koop er dan wel een beetje een highlighter bij, want dat zit hier niet echt in. Nee. Maar hij is echt fantastiek. Ja, ga jij nog maar even door? Ja. Mijn favoriet, en dit is wel de grootste van deze maand. Echt de klapper voor mij is echt Marc Jacobs, de mini fragrances. Mag ik even kijken? Willemijn, je mag de dot even uitpakken voor ze. Heb je ook kunnen zien in miniatuur in mijn shoplog. Ze gaan even dot uitpakken. Oh, ik vind het zo leuk. Dit is zo leuk. Oh, ja. Er zit een heersbeest. Lieve heersbeest. Ik vind dat vlinder. Oh. Maar inderdaad, die andere heeft een vlinder. Dit lijkt een vlinder. Ja, maar hij is rood met zwarte vlinder. Ja, maar hij heeft twee van die dingen. Oh ja, dat is waar. Maar anyway. Het is een vlinder slash lieveheersbeestje. Hij is gewoon ontzettend leuk en daar moet je naar buiten kijken. Wat eng. Maar, ja, het is jammer dat er geen spuit op zit. Het is echt puur als je de geur een keer wil proberen. En er zitten dus 2 eau de parfums in en 2 eau de toilette. Oh, dit is echt zo leuk. Dus Wil, je moet echt, als je naar Curaçao gaat, moet je toch echt snel boorden en meteen rennen naar de drogist. Want hoe laat zijn die winkeltjes daar open? Want ik moet dus om 10 uur vliegen. Oftewel, ik heb zeg maar tussen 8 en 10 denk ik tijd om iets te shoppen.
Dus laat het even weten of die winkeltjes open zijn. Oh, dit is echt zo schattig. Maar ik denk dat ik het wel goed kom hoor. Denk je dat je rond een uur of acht wel daar bent. Rond een uur of acht, half negen ben je er wel in, denk ik. En dan heb je nog ongeveer een half uur, drie kwartier meestal om een beetje te shoppen. Oké. Nee, dat komt wel goed. En jouw laatste volgens mij? Mijn laatste is huidverzorging. Dat van jou ook, toch? Ja. Neutraal face care. Ik ben helemaal fan. Ik vind het echt super goed dat er eindelijk in Nederlandse drogisterij een parfumvrije cleanser en dagcreme verkrijgbaar is. En ook nog wipes en een toner. Maar deze twee zijn mijn favoriete, dagcreme en de face wash. Dus, Sculpté proof. Ja, inderdaad. En 0% parfum, kleurstoffen, parabenen of alcohol. Dus ik ben helemaal fan. En die face wash werkt ook goed, zei je? Ja, die werkt ook goed. Want zeker. Ik moet eigenlijk nog een nieuwe, dus misschien is dat wel een aanrader. You should try. You should try. Oké, okay, dit is een Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus van Clinique. Het is echt een vernieuwde stap 3, om het zo maar te zeggen. Die... is niet alleen vochtinbrengend, maar ook voedend met wat betere, nog betere ingrediënten. En zoals je ziet, misschien Willemijn ziet het wel, er is toch al een flinke lik uit. Dit, ik heb hem echt zo vaak gebruikt en sterker nog, als ik hem nu s'avonds opdoe, hoef ik s'ochtends alleen maar mijn gezicht te wassen en niet eens meer deze op te doen, omdat mijn huid nog steeds zo gevoed is en zo glanzend. Ik ben echt heel blij en ik weet zeker dat als die op is, ik denk dat ik hem dan weer opnieuw koop, want ik heb de rest van al mijn huidverzorging gewoon de deur uitgemieten. Ik dacht, ik gebruik het toch niet. Dat heb ik weggegeven aan mensen die het wel wilden hebben, zeg maar. Maar deze gebruik ik gewoon echt. Echt een favoriet. Ja, echt ook een favoriet. Mm-hmm. Nou, en dat was hem eigenlijk. Dit was de favoriete video van juli 2013. Ja. Laat even weten wat jouw favorieten zijn voor deze maand. En heb jij nou ook zo'n soort topper gevonden op jouw vakantiebestemming? Laat even weten, want misschien maak je iemand anders heel blij die er nog naartoe gaat. Dus... En die kan het dan ook shoppen. Die kan het dan ook shoppen. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot in augustus. Doei! Doei.